Ik ben Wesley en vandaag heb ik weer een nieuwe video. En in deze video heb ik een shoplog voor jullie van de afgelopen paar maanden. Dus dit zijn alle spulletjes die ik heb gekocht. En laten we dus snel beginnen met het laten zien. Doe zeker een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren hier onderin. En dan gaan we gewoon snel beginnen met deze video. Let's go! We beginnen met een heel erg hoop maskertjes. En ik heb echt een verslaving aan maskertjes. Voor degene die nog niet mijn night routine hebben gezien, tenminste, het was meer een maskervideo. Daar gebruik ik ook een masker van deze paar maskers die ik hier in mijn handen heb. En vind je het nou leuk om wat vaker te zien? Laat dat even achter hier in de reacties. Misschien kan ik daar wat vaker mee wat doen. Dus dat lijkt me heel erg leuk om te lezen. Dit zijn dus alle maskertjes. Ik heb bijvoorbeeld een Garnier masker. Ik heb een hydrogel mask. En deze heb ik gekocht bij de DM in Duitsland. Dus het zijn ook allemaal in Duits. En het is ook veel goedkoper. Dus daarom heb ik ook best wel veel gekocht. Ik sla altijd goed in. En ik heb ook nog van die kleinmaskers. Geloof ik. Of van die peel-off maskers. Ik weet het niet zo goed. In ieder geval met kool erin zitten. Dus deze zijn ook super fijn. En dit is gewoon van eigen merk. Dus DM. En dat is ook wel Belea genoemd. Is dat ook, geloof ik. Dus dat zijn mijn eerste aankoopjes. Een hele hoop maskers. Bij dezelfde winkel, de DM dus, heb ik ook nagelspulletjes gekocht. Dit is een spray van Essence dat je nagellak sneller droogt. En werkelijk, dit werkt gewoon serieus. En het ruikt nog best wel lekker. Dus eigenlijk had ik het niet verwacht. Maar het werkt gewoon top. Dus ik vind het zelf heel erg handig als ik bijvoorbeeld denk van ik wil mijn nagels lakken, maar ik heb niet te veel tijd. Of ik heb mijn nagels lakken en ik heb geen geduld. Dan gebruik ik dit gewoon en het werkt top. En ik heb ook nog deze twee andere lakjes. En deze zijn van Trend Up. En dit is een Power Gel nagellak. En dat is dus in matte kleur. En ik heb dit lichtroze kleurtje. Heel schattig. En ook heel erg leuk gewoon voor de lente. Maar ook gewoon leuk voor de winter. Dus wat maakt het uit? Ik vind het leuk om deze nagellakjes gewoon samen te gebruiken om een matte effect te krijgen. Ik heb ook nog bij DM deze Trended Up Ultra Matte Lip Cream gekocht. En deze is echt super mooi. Ik zal hem even swatchen op mijn hand. Dit is de kleur. Echt een hele mooie nude kleur. En deze kleur heet 045. Dan heb ik ook nog van twee andere winkeltjes iets gekocht. Namelijk eerst de Derwheel Mascara van Benefit. Dit is echt een super toppe mascara. En ik dacht, ik ga gewoon een keer een high-end merk proberen. En ik heb hem nu ook op. Hij is nu een beetje uitgezakt. Omdat het natuurlijk laat op de avond is. En de flacon is ook super mooi. Trouwens, dit tikken vind ik echt top. Nou, in ieder geval dat. En als tweede heb ik ook nog de Maybelline Anti-Age Effect Concealer. En deze concealer vind ik zelf echt super fijn. Omdat hij goed dekt en ik vind hem heel erg fijn werken. Hij droogt gewoon niet uit op je huid. En je ziet hem ook bijna niet zitten. Dus dat is echt top voor een concealer. En dit is in de kleur 01 Light. Dan heb ik ook mijn favoriete fixing spray. Namelijk de MAC Fix Plus. Je make-up blijft echt super lang erop zitten. En ik vind het ook heel erg fijn om verfrissend te werken. En het is ook gewoon heel mooi. Weet je, dit is gewoon echt zo'n mooi ding die je op je make-up tafel zet. Ik heb in ieder geval nog in mijn bakje zitten, maar je kan het zeg maar ook nog mooi neerzetten. Het enige nadeel vind ik wel is dat hij best duur is, maar je gebruikt hem wel heel erg lang. Dus ja, als je dat moet vergelijken met elkaar, vind ik het eigenlijk nog best wel goedkoop voor wat je krijgt. Maar ik snap dat het soms wat duurder is, dus je kan ook bijvoorbeeld van Ethos, die werken ook super fijn, of die van Essence, die werken ook top. Dus als je een vervanger zoekt, dan is dat ook wel zeker weten een aanrader. Maar ik vind zelf deze ook super fijn. Een tijdje geleden heb ik ook nog een bestelling gedaan op Bougie Shop. En als eerste heb ik hier de Pro HD Smoky Eyeliner. En deze is van Revolution. Deze heb ik gekocht omdat ik een MAC product had en die ging bijna op. Die is ondertussen nu wel opgeraakt. Maar dit is een soort van koolpotlood. Oh, trek iets anders eraf. Het is een koolpotlood. En het heeft dus een soort van, ja, een heel erg zacht puntje. Hier kan je bijvoorbeeld heel erg makkelijk bij gewoon je wimperrand, kan je gewoon heel erg mooi uitsmutsen. En dan krijg je wel een effect dat je wimpers langer lijken, vind ik dan. Maar ik weet niet of het bij anderen zo werkt, maar ik vind dat zelf wel. En ik vind het gewoon wel een heel erg mooi diepte effect geven. Bijvoorbeeld bij een ooglook vind ik het zelf heel erg mooi staan. Dus die heb ik als eerste gekocht. Dan heb ik ook nog een Pro palet gekocht. En dit palet is gewoon een heel erg makkelijk palet. Er zit namelijk een magneet in. En stel je voor, je hebt bijvoorbeeld van die, ja, pens noemen ze dat. En dan zit er gewoon eigenlijk een soort van magneetje in. En dan klip je dat hierin. En dan kan je gewoon een eigen palet maken. Dus stel je voor, je wil graag kleurtjes kopen van Bougie Shop of ergens anders. Dan kan je dus dit palet vullen. En ik heb dus de grootste versie gekocht omdat dat in de aanbieding was. Maar ik wil dit nog graag een keer gaan vullen. Maar in ieder geval heb ik hem al vast. En als laatste namelijk een top aankoop. En dat is de Morphe 35O. En dit is zelf echt een super mooi palet, vind ik zelf.
Oh mijn god, ik ga met mijn nagel in die oranje kleur. Dit palet is echt een gewild palet, geloof ik, bij heel veel mensen. En ik snap het echt, want het is zo'n mooi palet. Kijk nou, er zitten oranje kleuren in die ik zelf heel erg leuk vind om te gebruiken. Maar ook gewoon natuurlijke kleuren en heel veel glitters, maar ook veel matte kleuren. Dus eigenlijk kan je hier alle kanten mee op en hij is super goedkoop, vind ik, voor wat je krijgt. Pigment is top en ja, ik ben hier gewoon heel erg blij mee. Dus als je deze nog kan bemachtigen, doe het zeker, want het is echt een top palet. We gaan nu over op kleding. Als eerste begin ik met het shirt die ik vandaag aan heb. En deze is van Scotts & Soda en echt, ik ben verliefd op deze trui. Ik voel me wel zo'n Waar is Wally mens, maar ik vind het wel echt top. Voor degene die mij volgt op Instagram heb ik deze misschien al gezien. Maar in ieder geval ben ik er wel heel erg blij mee. Wat ik er zo leuk aan vind is dat hij van die pofmouwtjes heeft. En hij is dus iets langer en ik ga even erbij staan om het goed te laten zien. Kijk, je ziet nu mijn zender, maar in ieder geval ziet hij er zo uit. Ik vind hem zelf echt super leuk. Dus ja, dit is mijn nieuwe aankoop. Het is echt zo'n shirt die je elke dag gewoon aan wilt. Ja, zo ben ik dan. Dan hebben we een volgend kledingstuk. En deze heb ik van de SD Creation. En dit is een retourrokje. En deze vind ik zelf echt super leuk. Deze heb ik aangehad bij een bruiloft van iemand. Tenminste, een soort van reunie van 5 jaar bruiloft. En ik vind het zelf echt een heel erg leuk rokje. En wat zo leuk aan deze is ook dat hij wel van die gouden details heeft. Dus ook wel een beetje kerstachtig. En hij ziet er gewoon heel erg leuk uit. Je kan hem eigenlijk wel overal mee combineren met een trui. En straks ga ik nog een shirtje laten zien. Die past er ook heel erg leuk bij. Dus dit is echt een heel erg gewoon goed rokje die je goed kan combineren. En als tweede heb ik dit zwarte shirtje. Tenminste, het is een blouse. En hij heeft van die, ja, van die gestikte mouwtjes en ook een langer kooltje. En dit is van Cosbart. Hij is chic, maar je kan hem ook bijvoorbeeld dragen op een spijkerbroek. En dan is hij heel erg stoer. En ja, eigenlijk is hij ook niet zo heel erg warm. Dus je gaat niet snel in zweten, dus dat is ook top. En hij is gewoon heel erg makkelijk te combineren. We gaan nu over op het interieurgedeelte en nog een paar random spulletjes. Tenminste, nog één random spulletje. En dit is een lightbox. Kijk. Super leuk. En hier kan je dus eigenlijk gewoon zelf opschrijven met bijvoorbeeld een ja, uitwisbare marker. Ik heb hem gekocht, dus mijn ouders hebben hem gekocht in Duitsland. Dus ik weet niet zo goed van welk merk die is. Maar ik kreeg dus zo'n schabloon erbij. En ik vind hem zelf echt super leuk, want ik heb hem bij mijn beautytafel staan. En daar heb ik gewoon de letters erop gemaakt. Super leuk. Dus als je op Lightbox zoekt, denk ik dat je hem wel vindt. Maar ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. En weer eens iets wat anders dan die letters schuiven. Dus eigenlijk heb ik nu wel heel veel Lightboxen. Maar ik ben er wel heel erg blij mee. Dan als laatste nog iets super leuks. En dat is namelijk deze van Hema. De Foam Letterboard. En dit is echt zo'n leuk hoesje. Wat je kan doen, ik zal het even eruit halen. Dit zijn de lettertjes die je erbij krijgt. En wat je hiermee kan doen is aan het eraf halen. En uiteindelijk kan je dus dat op je hoesje schuiven. Ik zal even mijn hoesje er zelf bij pakken. Dit is nu mijn hoesje en wat erop staat is nu Enjoy Life. En ik ben er zelf echt heel erg tevreden mee. Want wat je kan doen, ik heb nu nepnagels op, dus dat gaat wat minder makkelijk. Maar je kan hem dus gewoon eraf schuiven. En dan kan je hem weer erop schuiven. Kijk, en dan schuif je hem zo erop. En ik dacht, weet je, dit valt er sowieso af. Maar het is nog geen één keer eraf gevallen. En als je hem gewoon in je tas stopt, dan gaat hij er overheen. Maar het gaat er ook niet vanaf. Dus echt heel erg fijn. Het enige jammere vind ik wel, is dat hier geen hartjes of sterretjes bij zitten. Dus je kan alleen tekst doen. Dus dat vind ik wel wat minder. Maar ik hoop dat ze dan later bijvoorbeeld uitbrengen met bijvoorbeeld dat je ook nog symbooltjes erbij kan kopen. Maar in ieder geval vind ik dit allemaal heel erg leuk. Het enige nadeel waar ik ook nog tegenaan liep is dat ik te weinig letters heb. Dus ik kan sommige woorden niet allemaal maken. Omdat ik te weinig letters heb bij gewoon één keer. Dus ja, dat is wel een beetje jammer. Maar ik vind het wel heel erg leuk bedacht. En ook zeker weten een leuk kerstcadeautje of Sinterklaas cadeautje. En dan nog heel erg leuk nieuws. En hier ben ik al een tijdje mee bezig. En dat ga ik jullie nu gewoon vertellen. En het komt nog allemaal later uit. En de ontwerpen liggen nog niet. Maar in ieder geval wel, de basis is er. Ik ga namelijk samen met Beautiful Bijou een samenwerking aan. Om samen met hun shirts te ontwerpen. En ik heb vandaag, precies vandaag, tussen voor jullie 2 dagen geleden. Heb ik met haar samen de shirts uitgekozen. Tenminste de pasvorm, welke ik het mooiste vond. Welke een dikkere hals of een dunnere hals. V-hals, ronde hals, maakt niet uit. In ieder geval, de kwaliteit heb ik gekeken wat ik nou het fijnste vond en wat precies naar mijn keuze het mooiste was. Dus uiteindelijk heb ik wel een keuze kunnen maken en die ga ik vandaag laten zien aan jullie. Ik heb nog geen bedrukking of iets, daar moet ik deze 2 weken aan mee bezig zijn. Maar ik heb wel alvast het shirt uitgekozen welke ik het mooiste vond, welke ik de beste kwaliteit vond.
Oké, en dat is dit shirt geworden. Je denkt van, nou, het is een wit shirt. Top, leuk. Maar in ieder geval vind ik hem zelf heel erg goed van kwaliteit. Hij is niet doorschijnend, wat ik heel erg belangrijk vind. Hij is gewoon dik van stof. En hij is gewoon heel erg mooi afgewerkt. Dus hij is niet te lang. Je kan hem ook nog in je broek steken van de voorkant bijvoorbeeld. Dat je hem achter los laat hangen en de voorkant een beetje instopt. Wat ik meestal bij shirts doe. Dat vond ik ook belangrijk. En dat kan je ook gewoon met dit shirt doen. En wat ik ook zo mooi vond, is dat hij wat dikkere hals heeft. Hij heeft geen V-hals. Maar gewoon een ronde hals, wat ik ook heel erg mooi vind. En de bedrukking die ik een beetje in mijn gedachten heb, die vind ik mooier met een dikkere hals. Dus daarom heb ik daar ook voor gekozen. Hij heeft een kort mouwtje. En ja, voor de rest hij is heel erg basic. Maar ik vind hem zelf echt heel erg lekker zitten. Hij is super zacht. Dus ja, daar heb ik voor gekozen. En dan hebben jullie al een beetje een impressie van wat het allemaal gaat aankomen nu deze komende maand of maanden. In ieder geval komt hij rond de kerst hopelijk uit. Het kan zijn dat het later is, vroeger is. Ik hoop het in ieder geval. En ik ga voor jullie keihard je best doen om dat voor elkaar te krijgen. En ik ben er heel erg enthousiast over. Dus ja, dat komt er allemaal nog aan. Dus heel veel plezier alvast als jullie een shirt gaan kopen aan het eind. Maar dat maakt even niet uit. Nu ga ik nog eerst het ontwerp bedenken. En ja, ik heb er heel veel zin in. Dit is dan het einde van deze video en ik hoop dat je een leuke video hebt gevonden. En dit zijn dus de geshopte spulletjes van de afgelopen paar maanden. Het is best wel veel beauty eigenlijk. Maar dat komt ook gewoon omdat ik naar Duitsland ben geweest. En dat is echt gewoon een heaven voor beauty. Dus ja, ik denk dat het daardoor eigenlijk het meeste komt. Doe zeker weten een blauw duimpje omhoog en vergeet ook niet te abonneren hier onderin. En laat me even achter hier in de reacties wat jij nou het leukste vindt om te zien op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week zondag of donderdag weer bij een nieuwe video. En dan zeg ik tot dan, doei!